90% van de loonkosten zouden ondernemers vergoed krijgen door de NOW-regeling van het kabinet ingesteld tijdens de corona-lockdown. Maar ik spreek met Laurens Meijer, grote horecaondernemer in Nederland. Onder andere van de Drie Gezusters in Groningen. Wie kent het niet, maar ook in heel Nederland, Grand Cafés. Je hebt enorm veel personeel, meer dan 2000 man. En ervaring is eigenlijk dat die NOW-regeling tekortschiet. Dat het niet om 90% compensatie gaat, maar in de praktijk om 60-70%. En dat is natuurlijk te weinig voor heel veel ondernemers om overeind te blijven. Ja, dat klopt. Vooral als je natuurlijk geen enkel inkomen meer hebt. Ik bedoel, we zijn in één keer dichtgegooid. En dan denk je nog van, nou oké, we begrijpen dat er iets aan de hand is. Er wordt geroepen, we hebben diepe zakken. We gaan de ondernemers niet laten vallen. We gaan 90% van de loonkosten vergoeden. En dan blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Hè. Je denkt dan als ondernemer, nou oké, ik ga dat eens even bekijken. Je wil je personeel niet kwijt. Ieder horecaondernemer, het personeel is je kapitaal. Dat wil je echt, daar is je bedrijf van afhankelijk. Dus dan denk je, nou oké, die 10% dat gaan we wel overleven. Die gaan we dan wel voor onze rekening nemen. En dan komt de rekensom en dan blijkt dat het nog maar 65% is of 60%. Wat gaat er dan mis? Nou, omdat de rekensom zoals die in elkaar zit, is de opslag die er bovenop het loon gedaan wordt, de SV. Bovenop het SV-loon komt 30%. Ja, is technisch verhaal, een beetje lastig verhaal. Maar in ieder geval zijn onze sociale lasten en premies en pensioenpremies en opbouwvakantiedagen, vakantiegeld en weet ik wel, zijn in ieder geval een stuk hoger dan daar waar de vergoeding over betaald wordt in de NOW. Vandaar dat je op een veel lagere vergoeding komt dan dat onze minister elke keer maar blijft roepen en verkondigen op de bühne. Maar die krijgen we dus lang niet. Nou, dat betekent dat je als ondernemer in één keer 35-40% van de loonkosten moet betalen zonder dat je enig inkomen hebt. Ja, dat is voor geen enkele ondernemer op te brengen. Jij bent de afgelopen tijd ook veel in het nieuws geweest. Je bent een beetje de stem van heel veel horecaondernemers geworden. Jouw filmpjes, bijvoorbeeld op LinkedIn, worden honderdduizenden keren bekeken. Je krijgt dus ongetwijfeld ook heel veel feedback van andere mensen in de sector. Wat zeggen zij? Ja, dat is ook de reden waarom ik geen stem meer heb. Dus je zit de hele dag aan de telefoon met ondernemers die echt in paniek zijn. En die zeggen, Laurens, ja, wat moet ik doen, wat kan ik doen? En dit moet anders en het moet opgelost worden en we gaan kapot. En ja, ik kan ze natuurlijk niet helpen. De overheid moet ze helpen. De overheid heeft dat ook beloofd, maar het gebeurt gewoon niet. En niet alleen met de NOW zijn we natuurlijk echt bezodemiet, het gewoon punt. Maar ook met het restpakket, het noodpakket waarbij wij al onze vaste lasten moeten betalen. Ja, daar hebben we een keer 4000 euro gekregen. Nou, dat is genoeg voor de meeste bedrijven om 1 maand de energienota te betalen. Ja. En de rest, zoek het maar uit. Hoe kunnen wij helpen? Nou ja, door te zorgen met terugwerkende kracht dat datgene wat ons beloofd is aan noodpakket en hulp en uit die diepe zakken, waarbij de ondernemers niet zouden laten vallen, ook daadwerkelijk na te komen. Die beloftes gewoon na te komen. En dan daarnaast natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer verder kunnen. Kijk, het is geen ondernemer, we zijn ondernemers en geen ondernemer wil aan het infuus hangen van de overheid. Daar willen we zo snel mogelijk vanaf. We willen niet lopen bedelen, we willen ondernemen en we willen gas geven. En dan niet natuurlijk meer weer te half pakken maatregelen die we nu weer toegeworpen krijgen. Gooi een hondenbrokje en we mogen even kwispelen met de staart en dan ga je nadenken en je gaat nog steeds dood van honger. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Ja, en de maatregelen zijn ook nog altijd strikter en minder volledig dan in andere landen. In Duitsland gaan ze naar 50% vanaf 1 juni. En bij ons moet het met 30 man in de zaak, maximaal inclusief personeel. Dus dat is al complete waanzin. Slaat nergens op, is natuurlijk een utopie. Maar dat zeker, het is een zoethoudertje en heeft werkelijk raakkant nog wel. Ik bedoel, er zijn zaken die kunnen met die 1,5 meter regel sowieso niemand binnen hebben. Zelfs met die 30 man halen ze niet, want ze krijgen er maar 5 of 6 binnen. Ja. En er zijn zaken die kunnen er 600 tot 1000 hebben en die zitten ineens uit een lege zaak. Ja, volkomen onzin natuurlijk. We kunnen beter allemaal een winkelwagen pakken en dan met die winkelwagen die grote zaken inlopen, want dan kunnen er wel een paar 100 mannen binnen. Ja, precies. Ja. Alsof het een supermarkt is, dat bedoel je. Ja, dat is niet uit te leggen. Dat zijn dubbele standaarden, scheve regels. Het lijkt krom. En hoe verklaar jij dat?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk met een hele hoop... Er moest iets gebeuren. Hè? Er is mensen hebben een bepaalde angst. En die angst die moeten we nu weer overwinnen. En ik denk dat het inmiddels ook wel het inzicht er is dat de maatregelen misschien een beetje overtrokken waren. Laat ik het zachtjes uitdrukken. Dan moet nu opgelost worden. Dus gaan we met allerhande flauwekul gaan we dat dan oplossen. We gaan zogenaamd een beetje de horeca wat losser laten. De kappers kunnen gelukkig weer functioneren. We kunnen zo meteen het vliegtuig in als we een sjaaltje voor de mond houden. Want dan is het ineens wel weer goed. Ja, dat is wat ook leuk, hè? Dat dus eerst leken mondkapjes, dat hielp allemaal niet, zeiden ze. Ze wilden ze ook niet bestellen enzovoorts. Ja. En nu dan toch maar in de vliegtuigen weer wel. Het is... Ja, natuurlijk, maar je moet een reden bedenken waarom we ineens wel weer in de bus, in de tram, in het vliegtuig of in de trein kunnen. Ja, dus gaan we een reden bedenken om dat dan maar goed te praten. En, want anders dan kan dat natuurlijk ook niet meer functioneren. Ik bedoel, ik kan geen vliegtuig vliegen met 1,5 meter. En geen trein, bus of tram natuurlijk economisch rijden. Dus het is we bedenken wat om een excuus te hebben dat we dan toch maar weer kunnen gaan opstarten. Omdat we er eerst zoveel angst in hebben gebracht, dat we die nu eerst weer moeten wegnemen. Ja. Nou, wij blijven doen wat we kunnen in Den Haag om rationeler beleid te krijgen, om de horeca meer te steunen. Blijf ons ook vooral voeden met suggesties, met ideeën, ook vanuit de sector wat je binnenkrijgt. Ik ben heel blij dat je er even was. Dankjewel, Laurens Meijer. Graag gedaan. Dit was een kort gesprek. We gaan met de ideeën van Laurens Meijer en van andere horecaondernemers nog verder in gesprek. We maken werkbezoeken. We horen continu wat er leeft in die sector en we verwerken dat in moties, in speeches in Den Haag. En we proberen het kabinetsbeleid maximaal bij te sturen.